Het geluid van een live concert. Lang geleden toch? Ja. Ja, het gaat nog steeds duren ook. Oh. Zo buiten, ja. Festival, pintje, ligt in het water. Nee, waarschijnlijk het komt niet. Terug, ooit. Ooit. Ooit, en dan gaan we het extra amai, appreciëren het natuurlijk. Zoals dat mooie weer is ook teruggekomen en we appreciëren dat mega hard. Hè? Ja. Het is genieten, hè. Genieten vandaag, morgen. Vandaag zelfs nog warmer dan gisteren. Dus het gaat zeer warm worden eigenlijk voor de tijd van het jaar. We gaan richting 23 en lokaal misschien wel een 24 graden. Dus dat is echt wel topweer. Ook aan zee 20 graden. Nu, daar krijgen ze wel na de middag een zeebries. Dus dan wordt het toch wel iets koeler. Maar in binnenland, ja, een zwakke bries uit zuid tot zuidoost. En af en toe wat hoge sluierwolken, meer niet. En dan ook vanavond en vannacht, weinig of geen wolken. Misschien lokaal een beetje nevel of wat mist, maar dat brandt de zon morgen dan al gauw weg. En het koelt wel goed af 's nachts, temperaturen tussen 3 en 9 graden. En voor de Ardennen, ja, hier en daar een vallei met lichte vorst is best mogelijk. En dan morgen mooi opnieuw, wat hoge sluiers, temperaturen, een beetje zoals vandaag, 18 tot 24 graden. Oh. En opnieuw aan de kust ook 20, 21 graden. En na de middag dan een zeebries, waardoor die temperatuur dan toch een aantal graden wegzakt. Ook de nacht daarop, helder, met kans op een nevel of een mistbank, vooral voor het noordwesten van het land, 1 tot 10 graden. En dan, ja, donderdag, die wind die draait naar het noorden. Nu, aan zee waait het, dus eerst waait het nog zwak uit veranderlijke hoek. En dan draait die wind naar het noorden. En aan de kust, ja, zo rond de middag, gaat daar toch wel een noordenwind, een matige, later een vrij krachtige wind opsteken. En dat maakt dat de temperaturen daar nog eerst kunnen stijgen tot 12 graden. En daarna de middag zakt dat naar 8 of 9 graden met dan die gure wind. Voelt dat echt wel fris aan. Terwijl, landinwaarts, het nog altijd een zwakke, veranderlijke bries is. En het pas in de loop van de latere namiddag is dat dat wat noordelijker wordt. En daar kunnen dus die temperaturen wel nog oplopen tot 20 graden en meer tot 22 of 23 graden. Oh, dus donderdag ook mooi weer. Dus donderdag ook nog mooi weer. Vooral dus, ja, als je richting kust trekt, dan ga je toch wel je winterjas kunnen gebruiken, denk ik. En dan de nacht daarop gaat wel een zwakke storing, daar zit geen neerslag meer in, gaat een zwakke storing vanaf het noorden over het land trekken. En dat geeft vooral veel wolken. Dus vrijdag, veel wolken waar we mee opstaan, droog weer. In de loop van de namiddag wel wat meer opklaringen. En ja, het zuiden van het land, die kunnen daar misschien een beetje aan ontsnappen. Het kan zijn dat die eigenlijk al redelijk snel veel zon hebben. En daar kan dan het kwik nog klimmen tot 18 graden, terwijl elders, ja, hier in Brussel zal het zo'n 11 of 12 graden zijn. Dus dat is meteen een pak koeler, ja, normaler ook wel. Een schrale wind hoort daar ook bij, een schrale noord-noordoostenwind. En dan voor zaterdag, ja, veel meer fris. Zon, wolken, 9 graden. Wel iets minder wind, maar het komt nog uit noordoosten, dus een beetje zo'n killige wind. En dan voor zaterdagnacht temperaturen rond het vriespunt. Dus zondag starten we fris, maar wel rustig koersweer, droog weer, zon, maar ook wel in de loop van de dag wat stapelwolken, de Ardennen wat meer zon en dan temperaturen van 8 tot 13 graden. Begin volgende week lijken de aprilse grillen van stal gehaald te worden. Dus veel eer wisselvallig met een aantal buien, meer wind ook. En dan 10 tot 12 graden. Maar daar gaan we nu nog niet aan denken. Nee, dat is nog vers. Eerst genieten van het mooie lenteweer. Kunnen we heel goed. Dankjewel, Sabine. I almost lost my head. Of all the things I said. Like I said before. I'm just a lonely solo gigolo.